Parijs-Roubaix winnen, dat was jullie als een van de weinige wedstrijden nog nooit gelukt. Nee, dat klopt. Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Lombardije, dat zijn er drie. Nu zijn het er nog twee die we niet gewonnen hebben. Ja, dit is fantastisch. Ik bedoel, ja, als je ziet de manier waarop, dat is echt wel ook een teamprestatie. Tuurlijk, Dylan is, die was gewoon de beste vandaag. En hij heeft dat fantastisch gespeeld in de finale. Ze zeggen altijd, de aanvaller heeft in Parijs-Roubaix altijd gelijk. Vaak wel, zeker in een editie als vandaag, denk ik. Dat was een hele zware editie. Je hebt gezien uiteindelijk Van der Poel, Van Aert. Ze hebben allemaal in de achtervolging moeten rijden. Of met hun ploegmaat of zelf. En zijn nooit echt in de wedstrijd geweest. Nooit in de eerste positie geweest. En als dat niet lukt, dan zie je dat de koers zwaar is. En Dylan heeft altijd eigenlijk vooruit gereden, meest van de tijd. Dat is goed, voor het hoofd, denk ik. Dat is hij blijven doen. Als ploeg hebben we dat gedaan. Ja, en dan dat dit lukt, dat hij op deze manier wint. Gewoon door iedereen uit de wielen te rijden op de zwaarste stroken in de finale. Ja, dat is dan ben je terecht de winnaar, denk ik. Maar ook een fantastische overwinning voor de ploeg. Als je op 210 kilometer voor de streep al het heft in handen neemt. En eigenlijk continu de regie over de wedstrijd weet te behouden. Ja, nee, dat klopt. Het was niet het plan om daar de boel uit elkaar te rijden. Maar wel het plan om daar aanwezig te zijn. Voor het geval dat er iets gaat gebeuren. Want we wisten dat er genoeg winst zou staan om het uit elkaar te rijden. Het is natuurlijk fantastisch dat ze alle zeven daar in de eerste groep zitten. En dat wij de enige ploeg waren die eigenlijk niet meer met de auto achter het peloton hoefde te rijden. Want we hadden alle renners van voren. En dat hebben ze perfect onder controle gehouden. Tot misschien één momentje voor Arenberg waar eigenlijk Moor iets wegrijdt. Waar we dan eigenlijk eventjes in de verdediging moeten. Ja, toen hadden we wel genoeg renners om de boel weer in gang te steken. En het grotere peloton uit te dunnen. En ja, vanaf daar is de finale begonnen met wind mee. Dylan die supersterk is, die al de eerste keer wegrijdt in Bercé. En dan komt Van der Poel en Van Aert en nog een paar terug. En Ben Turner. Ja, en dan komt hij in de finale. En dat is gewoon onbeschrijfelijk. Kun je niet omschrijven wat hij daar doet. Ja, als je de ontwikkeling van Dylan van Baarle gaat bekijken. Vorig jaar tweede op het WK. Twee weken geleden tweede in de Ronde van Vlaanderen. Nu Parijs-Roubaix winnen. Ja, die heeft echt stappen gezet in het laatste jaar. Ja, absoluut. Absoluut. Het is echt een laadbloeier, zeg maar. Ik bedoel, hij heeft toen hij jong was al echt wel laten zien dat hij die potentie heeft. Om in deze koers van voren te rijden. Een aantal keer net buiten het podium in Vlaanderen. En toen een aantal moeilijke jaren gehad. Waar hij eigenlijk net wat puntjes tekort kwam. En nu zie je de laatste twee jaar dat hij die puntjes weer terug. En die motor die is zo sterk, zo groot, dat hij 250 kilometer, waar wij spreken, aan 40 per uur kan rijden. Hoe kan je dan die punch kwijtraken? Nou ja, de punch kun je kwijtraken door op andere dingen te focussen. We weten ook dat Dylan een bergetappe gewonnen heeft in Dauphiné. Dat soort dingen, als je daar wat meer op focust, gaat het uiteindelijk een beetje ten koste van andere dingen. En daar heeft hij zelf ingezien. En vorige winter denk ik dat was echt die knop omgezet. Of twee winters geleden. Van ik wil echt weer top zijn in die klassiekers. En ik wil daarvoor gaan trainen. En dan zie je, nou kan hij nog alles. Nou kan hij en hier presteren. Maar hij is ook nog steeds een hele goede helper in wedstrijden als Parijs-Nice of de Tour de France. Dat is eigenlijk eenzelfde verhaal als Michał Kwiatkowski. Vorige week winnaar van de Amstel Gold Race. Een beetje hetzelfde. Ja, je ziet gewoon, de ervaring leert dat het gewoon heel lastig is. Om die twee dingen te combineren. Zeker als je van nature geen pure klimmer bent. Kijk, als je een pure klimmer bent, als je kijkt naar een Bernal, die kan bijvoorbeeld wel die steile klimmetjes, ja, dat is zoals die is. En die hoeft daar niks speciaals voor te doen. Maar een Dylan, die moet daar wel speciaal voor trainen. En een Kwiatkowski ook. En nu zien ze allebei van het voorjaar weer winnen. Herken jij je soms in de koerswijze van Dylan? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk dat Dylan, we zijn 20 jaar verder. En er speelt veel meer mee, er is veel meer achtergrondinformatie qua training, qua voeding en dat soort dingen. Maar Dylan is wel iemand die de koersen kent, die de parcoursen kent. En dat had ik ook. En ik denk dat Dylan wel, als ik eerlijk moet zijn, wel een betere coureur is dan ik ooit geweest ben. 21 jaar later sta je hier weer. Hoe bijzonder is het voor jou? Ja, heel bijzonder. In de auto was op een gegeven moment besefte ik het. Toen we naar hem toe reden, kon ik het even niet droog houden, zeg maar. Het was wel emotioneel. Zeker omdat we vorig jaar ook heel dichtbij waren met Gianni Moscon natuurlijk, die dan lekker uit en valt. Ik geniet hier net zoveel van bijna als toen ik zelf won. Dus bijzondere dag.